daar waren we weer. We gaan gewoon in de auto. Ik ga echt nou niet fietsen. Dat doet me veel te veel zeer. Lopen ook. Maar ja. Daar doen we ook niks tegen. Het is ook groen. We mogen doorrijden. Groener als dit, wat dit niet. Nee. Kijk, daar hebben we Ro. Een mannetje. Hoi. Hoi. En nog niet wakker, hè? Niet helemaal. Nee. Precies, dat dacht ik al. Dus. Ja, het is niet anders. Ik wil alles doorbespreken, maar gelukkig heb ik nog allemaal andere oude dingen. Ja. Ik moet pissen. Ik krijg kriebel in mijn neus. Handig. Links staat, terwijl de rest op de plek is. Ach, geen idee. Nee, dat wil niet. Nee. Heb ik nog even. Ik ben nog niet erg, maar ik ben gewoon nog een beetje moe. Ja, Ja, dat zeg ik. Ben gewoon nog moe. Nee, joh. Zo, ja, dan fiets wel op een heel laag fietsje. Hoi, mevrouw. Hoi. Ja. Ach ja. We gaan zo eerst even richting het ziekenhuis. Waar we dus nu al naartoe gereden. Ja. Nou, de auto staat geparkeerd. Want ik moet nou voor een afspraak wezen om 8:20 en voor de pre-operatieve screening. Ik zeg het nou toch weer fout. Dus, nou, we gaan dus nu richting het ziekenhuis lopen. En dan gaan we even kijken hoe mijn uurtje in het ziekenhuis wordt met bloedprikken en vragen stellen. Ja, wegen, meten, gezellig. En dat alles weer voor de operatie die ik ga krijgen weer op 14 juni 2019. Ja, het is zonnetje. Dus Ro die loopt achter mij. Die is nog niet helemaal wakker. Nee, die moet je ook nou niet zoveel vragen gaan stellen. Dus, nou, we gaan dus eerst even het ziekenhuis in en dan checken we mij weer later. Ja, zaten we dus weer in het ziekenhuis. In de wachtkamer. Het is een oude behandelkamer. Kijk, dat kan je wel zien. Kijk. Dat kan je hier wel zien. En allemaal hier een wastafeltje. Dus, en dat hebben ze nou in gericht als wachtkamer. Ook goed. Dus je nou slachtig. Weer op hetzelfde doen. Nu zijn we er weer. Ja. Tweede operatie. Ja, erg hè? Zie je er tegenop? Ik zal me eerst even voorstellen voor de nieuwe kijkers. Ook. Lijkt me ook handig voor jou. Ja, wie ben je? Ja. Wat doe je? En waarom zijn we hier? Dat zijn wel hele snelle... Wie ben je? Nee. Ik ben Karin Stalman van der Werf. Ik ben getrouwd sinds 11 december 2018 met mijn man die hier tegenover zit. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Dat kan straks ook wel. Hi. Dat is dus degene die mij aan het interviewen gaat, is Huub. Geweest geworden. Ja, geweest geworden. Kijk, nou zien we hem beter. Ja, hi. Dus, nou moeten we even de camera's weer goed neerzetten. Helemaal goed. Ja, mooi. En ja, we zitten hier weer, want 14 juni, dat is op een vrijdag, word ik weer geopereerd. Ja. Weer geopereerd? Weer. Ja. Want je eerste operatie was niet succesvol? De eerste operatie was heel goed gezegd, was eerst wel goed. Maar er is dus een stuwing opgetreden, hoe mijn man dat dus altijd zo netjes zou gaan zeggen. Ja. En de PC, dus plastische chirurg, dus mijn arts, die was er ook niet zo heel blij mee. Dus ja, ik krijg dus nou een fleur de lis, zoals ze normaal zeggen, maar ik noem het dus een fleur de lis. Ja. In de normale mensen term en niet de medische term. Nee, gewoon een bloem. Ja. Franse lelie. Ja. Dus dat houdt in dat je een verticale incisie krijgt.
Ja, een verticale snee. Je hebt dan een horizontale incisie. Een snee, ja. Nou, vind ik eigenlijk best of vind ik leuk. Nou goed, normaal is het zo dat deze operatie dus eigenlijk in één keer gebeurt. Ja. Met wat verhoogd risico voor het lelijk uitzien van de wond. Mm-hmm. Speciaal op het kruispunt, zeg maar. Ja. Dat hebben jullie dus niet. Dat hoop ik toch niet, nee. Nee, want het is netjes genezen, dus het eerste stuk. Ja, maar ik weet niet hoe ze het dan nu willen, want ja, ze moeten nu toch helemaal weer gaan ophalen. Ja, maar niet meer horizontaal. Dat weet ik dus niet, want hoe willen ze me dan... Ja, nog een stuk uit. En dat is dus wat ik jou wou laten zien op het filmpje. Ja, maar dat wil ik helemaal niet zien. Dat heeft er niks mee te maken. Je had over reven. Ja, maar ook dus de operatie zelf, een deel. Ja, daar heb ik helemaal geen interesse in visualisatie. Ja. Laat gewoon een plaatje zien. Nee. Gewoon getekend. Nee, nooit. Met schema. Oké, we zitten hier voor mij. Ja, ja, precies. Voor jou. En ook straks voor jou. Ja, lekker dan. Maar goed, je krijgt dus die Freddy, want je hebt dus... Ja, ik zal het even laten zien. Ik weet niet hoe goed... Ja, ik ben goed in beeld. Scheelt, hè? Heel goed in beeld. Ja, kijk. Zal ik die even daar netjes... laat zien. Heel netjes. Heel netjes, Strippies. Ja. Hè? Strippies. Ja. Zoals heel veel mensen weten, heb ik dus hier, wat jullie ook nu kunnen zien, heb ik hier dus op mijn bikinilijn een litteken zitten. En dan krijg ik hem nu vanaf boven naar beneden. Ja. En dan gaan ze dit nog eruit halen. Een heel stuk overtollig. Vel, huid. Huid. Huidvel. Ja. Want dat zit nu overal in de... Ja, en dat doet ook gewoon zeer, want dit rust dus nu op deze deel van de buik. Ja, okay. En het wordt ook gewoon weer lekker gevoelig overal, momenteel. Oké, en dat gaat sneller dan verwacht eigenlijk. Ja. Je geneest vele malen sneller dan... Ik genees vele malen sneller. Ik zal eventjes weer in beeld komen. Hi, waar ben ik weer? ik genees dus vele malen sneller dan een... gemiddeld persoon, dat zijn mijn PC, dus plastisch chirurg. Ja. Want normaal staat er een hersteltijd van? Van 2 jaar. 2 jaar voordat je zenuwen ook weer allemaal een beetje aangegroeid zijn. Zenuwen zijn dus stuk gesneden, eruit gesneden. Ja. Moet dus gaan groeien. Die is dat stuk sneller gegaan, 6 maanden. Iets minder. Dat je alweer een heleboel gevoel hebt. Ja. Het was eerst een doodgevoel beneden. Ja. Het is heel ver in de diepte, voel je. Heel ver in de diepte en dat ga ik dus ook hier weer krijgen. Ja, oké, lekker. Dus ja, en zoals jullie nu wel zien, staat dus ook alles al gereed. Ik heb een bed, ik heb mijn bedtafel. Ik heb beneden al een rolstoel, maar die wordt morgen omgeruild. Ik heb al een toiletverhoger, ik heb al een douchestoel. En de functie van het hooglaagbed is dat je ook in een strandstoelhouding kan liggen slapen. Ja, maar dat is wel bekend bij de mensen die dit ook doen. Ja. Maar ja, er wordt weinig nog gevlogd hierover, et cetera. Dus vandaar deze vlog. Ja, precies. Maar het gaat hier... waaien. Nee, niet waaien, maar het gaat hier leven. Stelt weer. Maar krijg je veel steun van je omgeving? Je vrienden, familie, kennissen, zakenpartners? Ja, nou ja, ik krijg dus steun van mijn liefhebbende man. Die ja. Niks wil zien. Nee, maar ja, je bent toch van mij. Ik heb heel veel steun, momenteel weer, vorig jaar ook wel, van mijn lieftallige moeder, Corine Luisterburger de Jong, en zij vlogt ook hierover. Er wordt ook via mensen aan haar weer vragen gesteld. Chrissy zal dat dus nou niet doen, maar iemand anders, dat is Wilma. Ja, sorry Wilma en dankjewel Wilma. Ja. En niemand minder dan mijn ex. Ook al is hij er niet, maar ik weet wel en dat hij... ergens diep in zijn hersenen aan me denkt. Dus dankjewel. En van mijn buurvrouws. En van mijn omgeving. Ja, ik denk het wel. Richard denkt ook aan mij. Fatima. Mijn buurvrouwtje hier. Mijn buurvrouwtje onder.
onze trouwchauffeur. Van Velsen met een Z. Die kunnen jullie ook volgen. Ja, dat is Jessica van Velsen met een Z. Dus ja, dus dat. En of ik een beetje zenuwachtig ben. Heel erg momenteel. Dus ja, er zit ook een beetje wrijvingen tussen ons in. Maar dat overleven we wel weer. Hoop ik toch. Denk het wel. Schilt, ja. Toch wel? Ja. Ja? Nou, stel... Ja, het gaat fout. Het is woensdag. Ja. Morgen. Volgende week. Volgende week woensdag. Welke datum? Het is volgende week woensdag dan. Welke datum? Dat is de 12e. Dan zou jij een belletje krijgen. Ja, van het ziekenhuis. Ja, en dan melden ze, het gaat niet door. Wat dan? Nou, dan had ik dat nu al gehad. Oké. Dus het gaat wel door. Ben je er nog geen tijd? Nee. Heb je een voorkeur voor tijd? En waarom? 'S Ochtends vroeg. En dan het liefst zo vroeg mogelijk, want dan zit ik ook niet in de zenuwen. En hoe later de dag volgt, ja, dan mag je dus ook, en ook niet eten. Dat minder, ja. En des te sneller je bent geholpen, des te sneller ben je weer, weer te been en kan ik weer naar buiten lopen. Net als vorig jaar. Naar buiten lopen, is dat wel verstandig? Ja. Mag dat wel van mij? Al mag het niet voor jou, al doe ik het alsnog. Maar goed, stel je komt helemaal succesvol uit de operatie. Wat verwacht je dan van je bezoek, zeg maar? Je bent net een beetje... Net zoals vorig jaar was mevrouw van Velsen en mijn liefdallig moed haar, was ze nogal een beetje druk op mijn kamer. Dus voor de mensen die wil mij gaan bezoek gaan, dat mag, dat is leuk, neem dan even contact op met mijn Facebookpagina, privébericht. En dan kun je altijd wel weer vragen aan mijn liefdallige man waar ik lig of welke kamer. Maar dan wel zo rustig mogelijk en dan niet kwak, 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 kwak. Nee. Ja, oké. Dat is voor iemand die aan het herstellen is niet goed. Nou ja, misschien wel goed, maar de ene kan het wel hebben en de ander niet. En ik scheur mijn bek niet open op dat moment, heb ik geen zin in, want dat doet zeer. Ja, oké. Maar, ja. Stel, je ligt daar in een lege kamer, verder helemaal niks. Ja. Is dat leuk voor jou? Wat zou je in nou, die kamer... Mijn, en mijn voorkeur heb ik al aangegeven, als het zou mogen, hè, ja. Van de verpleegkundige op de afdeling. Dat is gewoon mijn kamer een beetje versieren. Gewoon, joh, weet je, een soort van thuisgevoel creëren. Een huiselijke sfeer creëren. Ja. Met wat slingers, bloemetjes, plantjes. Nou, bla. Kaktussen. Nee, dat wil je niet. Maar gewoon met kaartjes of zo vanuit school. En gewoon van die leuke dingen. Kaartjes, creëer wat. Kaartjes, kaarsen, appelgebak. Nou, kaarsen mag niet. Ja, kaarsen. Jammer. Vruchten, fruit. Nee, feestpartij. Nee, dat, met dat feestpartij hebben we net al over gehad. Dat gaan we niet doen. Okay. Nee, maar gewoon lekker gewoon een huiselijk sfeertje bouwen. Misschien een beetje rustig muziek als ik daar op dat moment aan toe ben. Maar ik denk het nog niet. Oké. En want de eerste dag slapen we toch zowat. Ja, oké. En heb je nog voorkeur voor wat het bezoek mee mag nemen? Qua eten, drinken, animatie, entertainment. Vlogcamera altijd goed. Ja. Dus Enzo, je mag ook komen als je wil. Ja, ook gezellig. Met jou dan kan ik lachen, gieren, brullen, denk ik. Nee, even gekkigheid op stokje, maar je mag komen als je wil. Ja, en de hummeltjes ook hoor, daar niet van. En JW? JW? Oh, Jan Willem, ja, die mag ook komen. Alle vloggers mogen komen, maar dan niet allemaal tegelijk. Nee, niet handig. Maar ik dwaal af. Wat was jouw vraag? Of je nog een voorkeur hebt voor iets te eten te drinken? Nou ja, word je gebeld? Nee. Niet? Mooi, lekker rustig. Qua voorkeur eten drinken? Soms af en toe een kippie van het bedrijf Kippie, maar
elke dag, want ik ook, daar komt ook mijn neusgat uit. Ja, ja gewoon... Yoghurt, ijs, chocolaatje. Ijsje en gewoon een eitje, gewoon een gekookt ei. Ja, verzin wat. Maar ik mag geen kiwi, dus je kan wel een hele fruitmand gaan kopen, dat is leuk. Maar dan komt het toch terecht en bij meneer aan de overkant van mij op dit moment. Oké, dus. En je verwacht 2-3 nachten te moeten blijven? Dat denk ik ongeveer wel, ja. Oké. Het is maar net hoeveel mijn drain weer geeft. Okay. Net, net als de vorige keer. Krijg je drains in? Dat denk ik wel, ja. Okay. En drain is gewoon een flesje met vacuüm leeg. Ja, met een buisje eraan. Die het overtollige vocht af moet zetten. Ja. Dat het genezingsproces bevordert. Ja. Okay. Duidelijke praten. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Nog meer vragen? Ja. Vertel. Je mag naar huis. Ja. Wil je dan afgevoerd worden op een brancard in een rolstoel? Ha, brancard. Niet zelf een beetje lopen achter een rolstoel? Nou, ik ga niet op een brancard, schat. Kom op. Dat hebben we vorig jaar ook niet gedaan. Dan moeten we sowieso nog weer even vragen aan onze lieftallige chauffeur. Ja. Want je gaat sowieso mij wegbrengen met onze eigen toet-toet. En gewoon een lekker alleen... Denk ik zo. En dan gaan we op worden gehaald met de Jeep. Oh, oké. Okay. Of dat hij ons ook wil brengen, ook prima. Dat maakt ook niet uit. En wat verwacht je als je weer thuis mag komen? Lekker blij en bij mijn eigen dieren. Oké. Okay. Ja! Want die ga ik wel mis altijd zo'n ziekenhuis. Daarom was ik ook blij dat en dat die camera aan stond. Vorige keer. Die camera maar permanent aan laten staan? Nee, en dat ook niet permanent. Maar gewoon dat als ik in het ziekenhuis lig, dat ik hem gewoon kan kijken. Ja. Met de hondjes kan ik lekker praten. Dat is toch goed dan? Ja. Doen we dat dan? Prima. Oké, dank je. Graag gedaan! En ja, kan ik nog? Ja. En zometeen... vraag ik mijn liefdallige man om dingen. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Een hele goede avond. Met wie heb ik het genoegen aan mijn kant van de zichtbeeld en voor de kijkers? Ik ben Roderick Staalman van de Werf. Tegenwoordig getrouwd met jou sinds 11 december vorig jaar. Oké. En er staat weer een operatie voor de deur voor je vrouw. Ja, voor jou. Zie jij er tegenop? Persoonlijk zie ik daar in die zin tegenop dat ik jouw tijd kwijt ben, zeg maar. Ja. En ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Nee. Hoe en wat en waarom. En, ja, goed. Ah. Dus nu is het even, wat gaat er allemaal gebeuren? En ik weet het niet. Maar hoe en hoe vind je het voor je vrouw? Nou, ze loopt niet continu met pijn, dus het is voor haar technisch bijzonder prettig om daar van die pijn afgeholpen te worden. Ja. Een oplossing door middel van een chirurgische ingreep. Ja, en hoe ga je er zelf mee om? Nou, eigenlijk niet. Nou ja, volgens mij heeft ieder mens wel spanningen, stress. Ja, dus dan... En hoe zit dat bij jou? Natuurlijk is er stress en spanning, maar goed, kan je daarmee omgaan? Eigenlijk niet. Het komt gewoon en gaat en het blijft. Ja. Dus het is voor mij is het een lastige. Ja, maar, maar als jouw vrouw wordt geopereerd, dus ik, achter de camera weer. Ja. als er dus wordt geopereerd en dan komt alles wel op jouw rekening qua huishouding, de was, stofzuigen. Hoe ga je daarmee om? Want dat heb je ook vorig jaar gedaan. Nou, dat zien we dan wel weer. Ik bedoel, er wordt gewassen als er gewassen moet worden, gestofzuigd als er stofzuigd moet worden. Ja, oké. Zien we wel verder. En vorig jaar, toen hadden we nog een klein pupje. En, en die pupje is nu aardig groter geworden, dat is logisch. Ja. Dat hebben de kijkers ook kunnen zien in de vlogs. Grote pupje. Ja. Hoe denk je hoe de honden daarop gaan reageren en de dieren als je vrouw er niet is, dus Karen op dit moment? Ik denk dat ze jou zullen missen. Ja? Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Dus dan gaan ze een beetje meer naar mij toe trekken, logischerwijs, want ik ben de enige. Ja. En als jij je goed genoeg voelt om bezoek te ontvangen en je kan naar buiten toe, dan zal ik de honden meenemen naar jou toe, denk ik. Ik weet, oh ja, buiten, ja. Okay. Buiten zou wel kunnen, maar dan moeten ze wel rustig blijven. Dan wel. Maar dat zien we dan altijd wel weer. Dat moeten we dan even ter plekke bekijken hoe jij je voelt en of je in staat bent om honden om je heen te hebben op dat moment. Ja. En misschien moeten we gewoon één dag overslaan dat ze dan de volgende dag meekomen als ik bij hem ben. Of gewoon thuis kan ook. Dat kan ook. Het is allemaal tot de mogelijkheden. Ja, daarom. Dus ja. En hoe ga jij dan naar school? Met welke gevoelens? Ja, met gemengde gevoelens natuurlijk. Want stel, Karin, ik dus, wordt om 8:00 in de OK verwacht. Ga jij dan nog gewoon naar school op je werk dus? Ja, dat zou moeten, hè. Een beetje afleiding. Ja. Ik kan toch verder niks doen als jij in de OK ligt. En de coördinator die we nu op school hebben, kan je daarmee goed overweg? Hoe staat zij hierin? Nou, ze vinden het natuurlijk niet leuk dat jij afwezig bent. Maar goed, ze begrijpen natuurlijk wel van oké, er is een probleem, het moet opgelost worden. En dat er dan een probleem voor school is, dat is even iets anders. Dat is gewoon werktechnisch gezien. Maar privé gaat dan even voor. Ja. En dan zien we daar wel een mouw aan te passen. Oké, ja, dat kan. Ja. Dat hoop ik toch wel, ja. Ja. En ga je je vrouw lekker vertroetelen, in de watten leggen nadat ze is geopereerd in het ziekenhuis en thuis? Nou, die ziekenhuis wat is erg vet, dus dat doen we maar niet. Ze heeft haar eigen bedlakens, et cetera. Maar ik zal zeker de nodige aandacht aan haar geven. En zoals welke aandacht? Mijn aanwezigheid en misschien nog iets lekkers te knabbelen. Als je daar aan toe bent, een ijsje, een kippie, een slagroomsoes. En even lekker weggaan, zeker eventjes lekker met de auto. Dat ook. Als ik het aan kan. Als je het aan kan, dan wel, ja. Oké. Nou, dan... Maar het is nog een paar dagen voor het ziekenhuis. Ja. 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 Rijf het er nog maar even in. Altijd. Lekker dan. Hoe ga je die tijd nog overbruggen? Ja, er is nog genoeg te doen voor allerlei andere dingen. Zoals voor de vereniging van eigenaren. Ja. Er zijn een aantal dingen te regelen, te doen. Er is nog school voor te bereiden, et cetera. Dus qua afleiding, ja, andere dingen om eventjes niet aan de procedure te denken. Ja. Is er wel genoeg, denk ik. Oké. Nou, dan wens ik jou ook bij deze heel veel succes. Dank je. Met de operatie die eraan gaat komen voor je vrouw. Want ook jij hoort een succes te krijgen en sterkte. Oké. Ja, dat vind je helemaal niet leuk. Nee. En je hebt vanavond een heel mooi nummer gehoord. Dat heeft bij jou ook even ingehakt. Dank je wel, collega Akina. Akina, ja. Ja. Dus, bij deze wil ik jou bedanken voor deze korte interview, want deze vragen hebben we uit ons hoofd gedaan. Ja, niet voorbereid. Nee, helemaal niet voorbereid. Dus ik wil jou bedanken. Dankjewel. Dankjewel voor het bedanken. Ja, graag gedaan. En dan hoop ik niet en dat we nog een keertje een operatie moeten ondergaan. Alsjeblieft. Maar dat ik gewoon nu lekker weer kan gaan herstellen. Ja, klinkt goed. Nee. Tom lachen. Maar goed, vertel. Wie ben je? En wat is je relatie tot Karin? Ik ben Jessica en Karin is mijn BFF, zoals ze dat noemen. En ik zie haar en beschouw haar als mijn jonge zusje. Oké. En je weet, er komt een operatie. Helaas wel, ja. Wat doet dat met jou? In eerste instantie weinig, maar omdat ik zie hoe haar man erin staat, ja, dan dat trek ik me dan toch ook wel aan. Oké. Want je bent er redelijk kalm op. Laat ik het zo zeggen, ik probeer positief te blijven. En de
positieve kanten van alles in te zien. Oké, maar... Het doet, onbewust doet het natuurlijk wel wat met me, maar ik wil het niet laten merken, niet laten blijken. Dus dan onderdruk je eigenlijk je gevoelens? Ja, ik weet het is slecht. Maar, ja, hoe moet ik het even verwoorden? Ja, ik probeer gewoon nuchter te blijven. Ik denk dat het het beste kan verwoorden. Oké, en heeft dat nuchter zijn vooral met jezelf te maken? Of is dat meer richting de buitenwereld van ik laat mijn emoties niet zien? Ik denk eerder het laatste. Oh, oké. Dus je hebt het wel... Ja, tuurlijk doet het me wat. Het is toch mijn zusje. Mm-hmm. Al is het wel niet qua bloedverwant, maar ja, toch, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Oké. Maar heb je nog suggesties voor Karin om hoe daarmee om te gaan? Goeie vraag, ik ben zelf net geopereerd geweest. Dus ja. Laat ik het anders vragen. Probeer positief te blijven en een beetje vrolijk. Zorg dat je een beetje nuchter en met een positieve gedachte onder de kozen te gaan. Zodat je ook op die manier er ook weer uit kan komen. Oké, maar is jou ooit iets ernstigs overkomen wat eventueel mogelijkwijs emotioneel vergelijkbaar is hiermee? Ik was toen nog, of heel klein, ja, even kijken. Wat in principe vergelijkbaar zou kunnen zijn met wat Karin nu meemaakt, is dat mijn wijle oma een zware maagoperatie heeft gehad. Okay. En dat was ook in principe kantje boord. Okay. Maar verder ga ik er niet over inwijden, want ik wil niemand bang maken. Dat hoeft ook niet. Nee, maar ik vraag alleen van nou, heeft dat dezelfde soort emotiewaarde voor jou, zeg maar? Weet ik niet, want ik was toen nog vrij klein. Het is echt weer, dat het, omdat ze nu is overleden, dat we wel weer in de familie dingen hebben opgeraakt. Van weet je dat nog, weet je dat nog. Maar hoe dat toen was voor mij, dat durf ik echt niet meer te zeggen. Oké. Je hebt dus nu zeg maar een positieve invloed op Karin. Dat, zij dat een beetje... probeer ik te zijn, ja. Okay, dat is een beetje rustig. En eigenlijk nog meer voor de man Roderick dan voor Karin. Oké, en waarom heb je nou meer steun aan Roderick te geven dan aan Karin die eigenlijk de operatie moet ondergaan? Omdat Karin er zelf ook nog, ja, althans, ze oogt er nuchterder onder dan Roderick. Roderick die zie je echt heel erg teruggetrokken. Hij wordt stiller en dan heb ik zoiets van ja, ik moet er meer, ondanks dat het Karin is die het ondergaat, merk ik wel en voel ik gewoon dat Roderick meer steun nodig heeft. Oké. En denk je dat hij er blij mee is? Ik hoop het. Ik hoop het. Kijk, ik zou niet weten hoe ik het anders... Kijk, je probeert gewoon voor beide een steun te zijn. En voor ieder evenveel. En het is best moeilijk om in je eentje voor twee personen tegelijk steun te zijn. Dus probeer je ook een beetje te schipperen. En je wil niet iemand tekort doen. Ja, maar dat doe je ook niet. Dus dat scheelt, hè? Mooi, fijn. Maar heb je niet het idee dat je soms jezelf wegcijfert dan in dit soort situaties? Dat is me al heel vaak, is dat mij gezegd. En daarom heb ik dus nu zelf ook wat problematiek. Omdat ik met mezelf te veel wegcijfer in het belang van de ander. Oké, maar dat is eigenlijk een hele mooie eigenschap waar misbruik van gemaakt wordt eigenlijk. Deels, ja en nee. Want dan moet ik even teruggaan naar vroeger, naar mijn stage. Toen ben ik dus daar nog emotioneel betrokken geraakt bij een patiënt. En ik ben er toen eigenlijk nooit in begeleid. Maar het is in principe wel een mooie eigenschap. Alleen ik moet gaan leren denken, ook aan mezelf te denken. En dat is verrekt is moeilijk, na zoveel jaar. Oké. Maar
is zeg maar, als je het zeg maar, op een beroep zou moeten projecteren, zou hulpverlener niet iets voor jou zijn? Van mensen aan te horen zonder eigenlijk emotioneel te veel bij de betrokken zijn. Toen ik op het laboratoriumonderwijs zat, heb wel iemand een keer tegen mij gezegd van, waarom word je geen maatschappelijk medewerkster? Want jij weet sommige dingen zo goed te verwoorden en zulke goede adviezen te geven, terwijl je er zelf eigenlijk geen ervaring mee hebt. Maar als ze dan bij me toe kwamen op het laboratoriumonderwijs met problemen, en was van, nou, ik heb er geen ervaring mee, maar ik zal dit doen. En ze deden het inderdaad ook een van die adviezen tot uitvoering brengen. Toen kwamen ze wel na een tijdje wel weer naar me terug van, yes, toppie, bedankt voor je advies. Oké, nou dan heb je toch waardering gekregen voor hetgeen je eigenlijk doet, zonder dat je er eigenlijk voor opgeleid bent. Juist. Het is dus een natuurlijke. Het is bij mij iets natuurlijks op het sociale aspect naar de mensheid toe. Oké. Waarom zeg ik mensheid? Omdat ik zo wel geïnteresseerd ben en sociale pedagogisch zeg maar bezig kan zijn, is zowel op gebied van kleine kinderen tot bejaarden. Ieder mens is voor mij in principe gelijk. Oké. Dankjewel voor het interview. Alsjeblieft. Gezellig. Wacht ik even op Ro. Wij gaan jullie bedanken voor het kijken naar deze dagboekenvlog weer van de buikwandcorrectie. Nu dus een fleur de lis. En wij doen ook eventjes de i'tjes erbij van de vorige dagboeks. Kun je die ook kijken. Vind je deze vlog nou interessant? Doe juist vooral duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En laat eventjes een comment achter. Nou, dank jullie wel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.